Tot waar, ja, dat heeft hij zeker wel. Hij vroeg me er straks ook van, kun je me ook vertellen wie er gescoord heeft? Nou, daar zal hij inmiddels wel achter zijn wie er gescoord heeft. Met hem natuurlijk even napraten over deze wedstrijd vanmiddag. Nunspeet tegen Doskamp, 3-2. Wat een krankzinnige tweede helft, Werner. Ja, het was bizar. Het zat alles op en aan. En er werd niet heel erg goed gevoetbald. Het werd wel ook wel weer een tactisch steekspel, maar vooral van wie houdt het langste vol. En toen wij de 1-0 maakten, dacht ik van oké, nu moet Doskamp gaan komen. En succes daarmee. Alleen die 1-1 die viel natuurlijk al veel te snel. Ja, dan wordt het ineens weer allemaal anders. En dan moet je weer opnieuw een plan gaan bedenken. En zo ging het eigenlijk de hele tweede helft door. En dat is best mooi om mee te maken, maar goed was het niet. Prachtig doelpunt waarmee Nunspeet op voorsprong kwam. Maar ja, die euforie, nog geen minuut, hè? Ja, dat klopt. Volgens mij ja, inderdaad binnen de minuut. En dat is, eigenlijk deden we daar niet eens zo heel erg veel verkeerd. Ik denk dat de kwaliteit van Bakker, eigenlijk alles kwam daar samen. Hij zat echt in de broekzak bij Enes. En één keer een goede actie binnendoor en dan is het raak. Dus dat viel even tegen. Eerst nog eens even terug naar de eerste helft, want het was een hele andere helft dan de tweede helft. Los van de doelpunten dan nog. Maar vooral de beginfase, Nunspeet onder zware druk. Ja, dat klopt. En meer druk dan wat ik gehoopt had. Het was wel wat bewuster dat wij iets verder terug zouden gaan staan, zodat het initiatief in eerste instantie aan DOS was. En we wilden hun daarmee frustreren. DOS heeft echt heel veel kwaliteit in de ploeg, maar op zich wel moeite om zelf het spel te gaan maken. Doen heel veel op kracht. Dus we denken, oké, op het moment dat wij hun steeds in keuzes laten zetten, dat kost veel energie. En dan later in de wedstrijd dan groeien we er wel in en dan komt het wel goed. Alleen het verdedigend stond het op zich wel aardig. Alleen ik vond dat we in balbezit gewoon te weinig deden om ons weer onder hun druk uit te spelen. Dus die fase, zeg maar, dat Doskamp bovenliggende partij was, dat duurde mij eigenlijk iets te lang, ja. Waarbij Nunspeet dan ook veel op eigen helft bleef hangen en de lange bal naar voren ging en dan alleen Emiel Goud er niets mee kon doen. Nee, dat klopt. We wilden op het moment dat zij het zo hoog vastzetten, dan kan je er heel veel risico in gaan leggen. En wij zijn best wel een ploeg die risico durft te nemen in de opbouw. Alleen we weten ook, de belangen van vandaag die zijn wel even, er wordt in deze fase van de competitie soms wat anders gevraagd. En Emiel is een jongen die het elke verdediger heel erg moeilijk kan maken, goed kan koppen, sterk is. En dan willen we mensen om Emiel heen laten bewegen. En dan hopen zeg maar, dat we daar overheen konden komen, dieptes konden maken. Of anders een tweede bal kunnen winnen en van daaruit verder konden voetballen. Alleen, Emiel had het wel erg lastig, want hij moest het wel heel veel in zijn eentje doen. Ja. Maar Jordi Niebeek zorgde ook ervoor dat Nunspeet in de wedstrijd bleef. Jazeker, ja, die heeft echt wel uitstekend gedaan. En, we hebben het best wel vaak over Jari als niet zo'n voetballende keeper en hij heeft uitstekende reflexen. Ik vind dat Jari dit jaar vooral beter is gaan voetballen, dus in het korte spel, dat hij echt een goed wapen ook kan zijn in onze opbouw. Nou, dat kon hij vandaag wat minder zijn en dan moet hij wat meer op zijn lange trap gaan leunen. Ja, die is iets minder en dat geeft helemaal niet. En dan is het aan hem om te laten zien zeg maar, wat hij dan nog meer in zijn mars heeft. En hij pakt een paar fantastische ballen. Was sturend achterin. Dus dat heeft hij gewoon hartstikke goed gedaan. Ik ben heel blij met hem vandaag. Wat vond je van de reflex van Noah Mulder? Ja, die pakte nog even een balletje van de lijn, geloof ik. Half om al. Ja. Nee, Noah, uitstekende wedstrijd. Noah is de laatste week een aantal keer ingevallen als linksback. Voor hem wat onwennig. Maar Noah is heel goed in de 1 tegen 1 spelen. En Noah is een jongen die raakt echt niet in paniek, ook niet als hij onder druk komt. Dus we kunnen met hem ook zeg maar, in de opbouw onder hoge drukte goed uitkomen. En hij had het verdedigend even lastig in de eerste helft. Alleen met die reflex was hij toch wel van hele grote waarde. Ja, ja en dan die tweede helft. Wat heb je in de rust gezegd? Hoe wilde je die wedstrijd openbreken? Nou, het mooie was, we zijn met die groep aan het begin van het seizoen gestart. Het was een heel erg groep die praatte niet zoveel. Die luisterde vooral naar de trainer. En het was heel lastig om daar iedere keer wat uit te halen. En die groep is langzaam toegegroeid naar dat ze zelf ook hun mening geven. En durven te praten in de kleedkamer. Tactische vragen durven te stellen of elkaar op een plek durven te zetten. En ik was eigenlijk de eerste 4-5 minuten in de rust was ik even toeschouwer.
En omdat jongens met elkaar bezig waren over wat hun gevoel was bij de wedstrijd, los van wat er tactisch allemaal nodig was. En, dus ik kon even gaan toekijken, dat was wel heel erg fijn. En, ik heb ze vooral meegegeven dat nu ook even de verwachtingen niet moest zijn dat we het voetballend heel erg mooi zouden gaan maken, maar dat er vooral veel strijd op de tweede bal gespeeld moest worden. En dat opportunisme ons waarschijnlijk zou gaan redden in de tweede helft. En, dat is wel iets gelukt. Er werd ook veel beter gevoetbald. Ja, ik denk dat we wat feller waren in de duels. Dus we hielden wat langer. En was het echt het veldspel zeg maar, waar we op hoopten? Nou, dat niet. Maar doordat we wat meer in de duels kwamen, hielden we ook wat langer in bezit dan in de eerste helft. Maar dan komt dat moment dat Dos Campos op 2-1 komt. Wat denk je dan? Ja, dat is lastig. Zeker als je 1-0 voor bent gekomen, dat is mentaal wel een tikkie. En wilden wij spelen om prijzen, zoals we aan het begin van het seizoen hebben uitgesproken naar elkaar. Ja, dan moest deze wedstrijd minimaal gelijk gespeeld worden, maar eigenlijk gewonnen worden. Dus dan is het heel snel bij elkaar kruipen van oké, maar hoe kunnen we het überhaupt nog ombuigen? En dus Rijer brachten we. En vanuit opportunisme kijken van wat er mogelijk was. En dan is wel heel erg lekker dat het zo uitpakt. Ja, want die heeft een brede borst, hè? Ja, Rijer is sterk, en groot en lastig voor elke verdediger. En het is technisch niet het meest verfijnde wat je voorin hebt lopen. Alleen op het moment dat je echt wat wil forceren voorin, is het al meerdere keren en vorig jaar en ook in het verleden wel. Maar ook dit seizoen al een aantal keer wel een heel bruikbaar wapen geweest voor ons. En we zijn heel erg blij met Rijer ook dat hij deze rol pakt. En we hebben vandaag mooi geprofiteerd van wat hij kan. En dan het moment van Jonathan van 't Hof. Dat schot bedoel je? Ja, uiteindelijk. Want hij zat niet helemaal in de wedstrijd. Hè? Had moeite met zijn tegenstander. Ja, Jonathan had het lastig. En op voorhand dachten wij van de aanvoerder van Dols die was geschorst. En goede linksback is dat. En dan komt een B-keus die komt op die positie. Dus wij hoopten juist via de rechterkant wat meer gevaar te stichten. Maar die jongen die deed het uitstekend, die linksback. En Jonathan was vaak wat ongelukkig aan de bal. Maar dat zit ook wel een beetje in zijn spel. Hij is heel vaak beslissend. Dus we geven hem daarom ook wel veel krediet zeg maar, binnen wedstrijden. En dat heeft hij al heel vaak ook uitbetaald. Dus, uiteindelijk maakt het niet uit hoe je wint, maar dat je wint. De euforie was er met 1-0. Dat was al heel duidelijk. Die was snel voorbij, maar uiteindelijk komt het dan toch goed. Ja, de euforie die vrijkwam bij de 3-2. En ook eigenlijk bij de laatste fluitsignaal. Dat is hoe ik voetbal beleef. En het hele team nog maar samen zo'n goal viert. De wissels inclusief. Als je jongens van de tweede bijna bij de bar wegspringen zeg maar, en de boel gek maken. Je ziet de blijdschap binnen de club. En als clubman doet dat je ook heel erg veel. En we zijn er gewoon heel erg trots op dat lukt. Lunsbeek blijft meedoen om de na-competitie. Ja, het zijn nog een aantal finales die we spelen. Dus we kijken het van week tot week. We zijn ook niet te veel bezig met tegenstanders. We gaan zelf moeten we hard aan de slag, focus houden. En dan kan het heel mooi eindigen. Nog steeds. Dankjewel. Geniet er nog van deze wedstrijd. Want het was echt op het scherpst van de snede. Ja, dat is hoe voetbal gespeeld moet worden. Dankjewel. Fijn weekend. Dankjewel. Dat was het voor wat betreft het napraten over de wedstrijd Nunspeet tegen Dos Campos. En dat samen met trainer Werner Bruin. Volgende week een nieuwe wedstrijd voor Nunspeet. En dan speelt het uit bij de FC Horst.